Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, vrijdag 23 december 2022. Dat was het jaar. Nog net. Even rustig aan doen. Ja. Gelukkig, het is vrijdag. Dat is de vrijdag voor Kerst. 23 december dus. En naast me zit Nina van der Nu. Je hoort het al, hè? Goedemorgen, Bas. Ja, hebben we goed kerst gemutst vandaag? Dat is altijd. Mooi, ja. Ik ook. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Met daarin de Russen lijken af te glijden in een depressie door de oorlog. En vergeten uitvaartpolissen worden jaar in jaar uit nooit geïnd door de nabestaanden. En het gaat soms om 10.000 euro's. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen de vliegende start van je werkdag vandaag in de Winkelstraat. Want vanaf januari krijgen duizenden ondernemers met een huurverhoging te maken van ruim 14%. Die ongekend hoge inflatie die speelt zijn parten. En dat raakt huurders van een winkelpand steeds genadelozer, zegt de koepelorganisatie In Retail. Ja, dus lopen winkeliers gevaar en winkelstraten het gevaar dat het daar leeg wordt omdat mensen noodgedwongen wegtrekken. Tenminste, dat zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. En die is nu bij me. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Dat is niet een prettige kerstboodschap. Nee, ik had de laatste dag voor de kerst al iets anders voorgesteld. Maar ja, het is gewoon slecht nieuws. En nou, je weet, die ondernemers staan natuurlijk al onder druk door kostenstijgingen. Hè, voor loonkosten en energiekosten. En ja, eigenlijk alle kosten zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Ja, dan die 14%, dat voelt natuurlijk heel naar aan. Ja. En ja, het lastige is in dat indexcijfer, hè, dat consumentenprijsindex, hè, dat is zo'n afkorting CPI, die staat in veel van die huurcontracten. Ja. Dat was jarenlang, ja, was een voetnoot. Niemand lette daar erg op, want we hadden nauwelijks inflatie in Nederland. Maar nu wordt die geladen door deze inflatie, inderdaad. Ja. En dat is natuurlijk heel erg schrikken. Toch het andere, Hans, we hebben het ook gezien in de pandemie, in de coronapandemie. Toen zagen we ook dat verhuurders, want die hebben van hetzelfde last, hè, dat zijn mensen die hebben ook een onderneming te leiden. Die hebben ook te maken met die hogere kosten. En ja, die moeten soms die energieprijzen ook gewoon doorrekenen aan die huurder. Toen waren er afspraken, veel één op eentjes tussen de huurder en de verhuurder. Van jongens, we stellen of even de betaling van de huur uit, of we zorgen ervoor dat we een beetje bevriezen of een beetje lager gaan. Dat zou wel een oplossing kunnen zijn. Wordt die niet nu gekozen? Nou ja, ik vind het ook een goede oplossing. Hè. Kijk, het lastige is wel dat in die 14% daar zitten, zeg maar, de gestegen energiekosten in dat inflatiecijfer. Terwijl de meeste energierekeningen worden natuurlijk door de winkelier zelf ook al betaald. Hè. Dus dan daar en een hogere energierekening en die hogere huur. Dus mijn voorstel is ook van ja, ga nou met elkaar in gesprek. Ja. En kijk om daar een beetje in te middelen, zeg maar. Hè, want we zien dat, zeg maar, de inflatie van andere kosten, om het zo maar te zeggen, veroorzaakt is rond de 5-6% is. Nou ja, hè, dat klinkt al reëler. Kijk, voor ons is het ook lastig, hè, want in onze achterban zitten huurders, maar ook net zo goed verhuurders. Mm-hmm. En dus ik ga niet zeggen van, nou, je moet geen huurverhoging doorvoeren. Ik zeg wel, ga met elkaar in gesprek. Precies, dat je even die hardste klap weghaalt. Precies. En kijk, die verhuurder heeft natuurlijk ook belang bij dat het doorgaat. Hè? Want uiteindelijk is het toch zo. Je vindt niet zo makkelijk iemand in deze tijd die het even over. Vindt me weer een huurder. Nee, dat is inderdaad het verhaal. En we weten allemaal, bij winkelen is beleving ontzettend belangrijk. Hè? En als een winkelstraat half leeg is, nou, dan gaat het ten koste van de hele winkelstraat. Dus we hebben er met z'n allen belang bij dat die beleving gewoon op peil blijft. Nou, er is een motie gisteren in de Kamer aangenomen. Die is door meneer Amhuis van het CDA ingediend. Die was deze week ook bij jullie op de zender daarover. En die heeft inderdaad minister Adriaans dus opgeroepen. Nou, zorg nou voor dat gesprek tussen verhuurders en huurders. Dus ze stimuleer dat. Nou, ze heeft dat overgenomen, die motie, dat was het kabinet. Dus ik ga ervan uit dat mevrouw Adriaans snel aan tafel gaat. Ja. Kijk, en daar heb ik nog één suggestie voor. In coronatijd hebben wij heel erg gepleit voor die, ja, zeg maar, omzetgerelateerde huren. Hè. Dat betekent, gaat het goed? Nou ja, dan betaal je wat meer huur. Gaat wat minder goed met je omzet. Ja. Betaal je ietsje minder. Hè. Wat meer mee aan met de resultaten. Mm-hmm. Nou, dat creëert ook wat meer commitment tussen verhuurder en huurder om er succes van te maken. Dus misschien is dat nu een mooi moment om dat weer eens op uit de kast te trekken. Precies. Dan hebben we ook nog die tech, hè, die moet komen. Er moet komen energiekosten, die regeling die eraan zit te komen voor dat midden- en kleinbedrijf. Daar valt het winkelend, althans winkels.
winkeliers ook onder, zou ik zeggen. Ja. Alleen, dat is een terugbetaling uiteindelijk die je moet doen. Je moet het even voorschieten. Maar ik kan me toch voorstellen dat er ook een bank bijvoorbeeld die een stukje financiert niet je laat vallen op het moment dat je door dit geraakt wordt en weet dat je straks die tegemoetkoming terug gaat krijgen. Of zie ik dat verkeerd? Daar hebben de banken ook een rol, wil ik maar zeggen. Nou ja, de banken, maar alle financiers, hè, zijn tegenwoordig natuurlijk ook heel veel non-bankaire financiers. Mm-hmm. Het is niet alleen maar de bank die ondernemers nog financiert. Maar ik zou zeggen tegen iedereen die hierbij betrokken is, van ja, we moeten elkaar wel gunnen. Ja. En denk met elkaar mee. Het zijn hele gekke tijden. Hè, die nogmaals de energiekosten. Niemand weet welke kant het nou precies op gaat. Hè. Niemand weet ook wat de effecten van die Oekraïneoorlog op lange termijn blijven. Dus we zullen heel alert met elkaar moeten zijn. En als we de economie op peil willen houden en die beleving in die winkelstraat, ja, dan moeten we met elkaar gewoon deals maken. Met elkaar in gesprek. Precies. Niet meedogenloos. Met begrip voor elkaar. En nogmaals, ik denk dat die omzetgerelateerde huren een hele goede oplossing is om dat meeademen met die economie ook een klein beetje te vertalen in die huurafspraken. Gaat het goed, nogmaals, heeft die verhuurder wat meer? Gaat het wat minder goed, heeft hij wat minder? Maar dan kan je wel met elkaar, als het ware, meeademen. En ik geloof er echt in dat dat een oplossing kan zijn, ook voor een langere termijn. Mooi, dat is een mooie kerstboodschap. Dankjewel. Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. En dan gaan we naar de pensioenwet, de nieuwe pensioenwet. Want, Nina... Eindelijk, kunnen we wel zeggen. Ja, hij is nu echt door de Tweede Kamer gisteravond. Het was de laatste politieke avond voor het kerstreces. 93 Kamerleden stemden uiteindelijk voor en 48 tegen. En daarmee kun je zeggen dat er voor de Tweede Kamer een eind komt aan jaren onderhandelen over dit nieuwe pensioenstelsel. Maar dan is natuurlijk nu de Eerste Kamer aan de beurt. Vanaf 17 januari gaan zij debatteren over de wet. Even in een klein notendopje hoe dat nieuwe pensioenstelsel eruit gaat zien. Er moet een eerlijker stelsel komen op deze manier. Iedereen krijgt een eigen potje. Jongere werknemers en ook dus degene met flexcontracten die gaan sneller dan eerst pensioen opbouwen. De pensioenfondsen die mogen de pensioenen ook sneller gaan indexeren wanneer er goede beleggingsresultaten zijn. En daardoor stijgen natuurlijk de pensioenpotjes ook sneller. Bij natuurlijk goede beurskoersen. Het leidt er dus ook toe dat wanneer de koersen het wat minder doen, dat je die potjes sneller ziet dalen. Dus je gaat gewoon meer fluctuatie zien in je eigen pensioenpotje afhankelijk van de koers. En er is dus daarmee ook een groter financieel risico voor de spaarders. Naar verwachting komt er in de Eerste Kamer ook een meerderheid voor de nieuwe pensioenwet, aangezien PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer na een hoop gesteggel uiteindelijk ook voor hebben gestemd. Als die meerderheid er is, dan gaat de nieuwe wet in op 1 juli komend jaar. Ja, en dan wordt die gefaseerd ingevoerd. Het ja, tot 2027 heb je dan tijd als fonds om al dat geld uit te smeren over iedereen in jouw fonds. Precies. Ja. Nou. Ja, zo meteen het verhaal van Raymond Roberts, een Vietnam-veteraan. Die kocht meerdere loten voor een loterij. Dat deed hij al 20 jaar. Maar ja, dit keer liet hij zich leiden door zijn intuïtie. Hoe dat uitpakte, hoor je over 10 minuten. Ochtendnieuws. Duitsland zou Nederland ontzettend dwars hebben gezeten met leveren van militaire steun aan Oekraïne, blijkt uit navraag van het AD. Nederland wilde meteen aan het begin van de oorlog al antitankwapens naar het front sturen, maar dat ging niet zomaar, want die wapens die waren van Duitse makelij. En de export die liep over hun grondgebied. En Duitsland wilde niet dat die wapensystemen aan de Oekraïners gedoneerd werden. En dus staken onze oostenburen daar een stokje voor die hulp. Dat was in de eerste instantie ook grote kritiek op Olaf Scholz, de bondskanselier, die niet heel erg mee wilde werken met wapenleveren in Oekraïne. Nou, het Nederlands topteam van onderhandelaars heeft uiteindelijk de aandacht op Berlijn gericht om de Duitsers over te halen. Topteam bestaat dan uit Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Katja Ollongren en verschillende diplomaten. En zelfs toen nog was het lastig om de Duitsers die richting uit te duwen. Vooral Scholz dus wilde niet toegeven aan die wapenleveranties. Het Nederlands kabinet was niet bepaald blij met de Duitse weerstand en daar werd er flinke druk uitgeoefend op de treuzelende Duitsers. Nederland was zelfs bereid om die wapens zonder toestemming naar Oekraïne te sturen. Ja, en in april begon toen het hele circus weer opnieuw, toen Nederland en Duitsland gezamenlijk 18 panzerhaubitsers wilden sturen. Toen was Berlijn in eerste instantie ook maar heel moeilijk warm te krijgen voor dit plan. En de Duitse diplomaten die ontkennen nu dat ze flink hebben tegengestribbeld natuurlijk. Volgens hen is er heel snel, heel vlug, positief geantwoord op dat Nederlandse exportverzoek. En dat de levering dan lang duurde, dat was natuurlijk allemaal vanwege de complexiteit van het project. He, daar moest namelijk destijds 2 weken over gediscussieerd worden. Maar nee, die Duitsers die hebben niks misdaan. Ze waren hartstikke voor. Ja, nou, dan is het iets harder gegaan bij de Wagner Groep. Je weet wel, dat omstreden privéleger in Rusland van die meneer
Prigozhin heet hij. Inmiddels zijn er 20.000 van zijn manschappen in Oekraïne. En die vechten daarmee met het Russisch leger tegen het Oekraïnse leger. En die krijgen dus wapens vanuit Noord-Korea. Tenminste, dat zeggen de Amerikanen. Ze hebben allerlei raketten en dat soort dingen, wapensystemen gekregen van de Noord-Koreanen, deze Russische huurlingengroep. Fijn. Ja. En nu we toch in Rusland zijn al aangekomen, antidepressiva gebruik in Rusland is sinds begin van dit jaar met 50% gestegen en de psychologische hulpvraag met 70%. Want voorstanders van die oorlog in Oekraïne, zoals ze hem daar noemen, de speciale operatie, die krijgen last van psychische klachten, blijkt het onderzoek bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat heeft dus een weerslag op de geestelijke gesteldheid van de Russen. Merk je daar iets van? Nou, in mijn directe omgeving zijn er wel mensen die inderdaad ook wel aan de antidepressiva zijn gegaan. Gevoelens van uitzichtsloosheid. Door de sancties kunnen mensen bijvoorbeeld niet meer reizen. Ze weten niet hoe het met hun werk gaat verder. Want ja, bedrijven trekken weg. Ik ken iemand die is redactrice voor een reisprogramma hier op de Russische televisie. En toen de speciale operatie in februari begon, werd van de televisie al het amusement weggehaald. Om ruim baan te geven aan alle talkshows die over de operatie gingen. Dus die heeft maandenlang thuis gezeten, niet wetende wat er zou komen. Vrienden trekken weg, hè, die gaan naar het buitenland. Mensen blijven toch voor een deel alleen achter. En ja, dat alles bij elkaar maakt toch dat mensen er niet bepaald vrolijker op worden. Nee, dat blijkt. Nu hebben we de kerst ook in aantocht. Gaat dat nog iets veranderen? Is dat dan weer gezellig met de familie? Want ja, er zijn ook heel veel families natuurlijk in Rusland waar die jonge neef of die broer niet aan tafel zit dit jaar. Nou, dat klopt. Kijk, we hebben hier geen kerst, hè. Dat is pas in januari. Ja. Maar in Rusland is oud en nieuw het grote familiefeest bij uitstek. De regering, de overheid probeert er alles aan te doen om toch een kerstsfeer te organiseren, te creëren. Hier ook in Moskou, je ziet overal de verlichting, de kerstboom en weet ik het. Maar ja, het zal toch voor veel mensen een ontzettend dubbel gevoel zijn. Toch ook veel gezinnen die zeggen, nou ja, goed, dit is nodig. Onze zoon, onze man, onze broer verdedigt het vaderland. Dat is toch ook echt nog wel een breed gedragen geloof hier in Rusland voor veel mensen. Maar nogmaals, het zal dubbel zijn, want ja, degene om wie het gaat zit niet aan de nieuwjaarsdis. Nee, precies. Zegt de psychische zorg in Rusland, kan die massale toestroom aan als inderdaad gewoon 70% meer hulpvraag is? Zijn er genoeg psychologen die handen kunnen vasthouden? Maar ja, in Rusland is het toch veel een traditie van voornamelijk medicijnen voorschrijven als het psychisch niet goed gaat met iemand. Dus er wordt heel veel antidepressiva voorgeschreven. En dat zag je ook, bijna 50% gestegen sinds begin van het jaar. Ik sprak vorige week een psycholoog en die zei ook van, nou ja, wij zijn op een gegeven moment zelf aan de antidepressiva en de rustgevers gegaan, omdat wij het werk gewoon niet meer aankonden. Het was zo ontzettend druk. En hij heeft het dan over de periode van vlak na het begin van de inval in Oekraïne. Maar goed, dat geeft wel wat aan natuurlijk, hoe hoog de nood was op dat moment. Ja, dankjewel. Rusland hoort vanuit Joost Bosman. Ja, jaarlijks blijft er voor tonnen aan vergeten uitvaartpolissen liggen, blijkt uit navraag van BNR bij diverse uitvaartverzekeraars. Het gaat om verzekeringen die mensen hebben afgesloten bij leven uiteraard, maar waar hun nabestaanden niet van op de hoogte zijn. Ja, en dan blijft er bij een uitvaart, wordt er niks uitgekeerd, terwijl die polis er wel is. Grote sommen gelds worden decennia lang niet geïnd. Bij ons is Hans van Gervink, die is van uitvaartverzorger en verzekeraar Monuta. Die doet dus in die polissen. Meneer van Gervink, goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor bedragen gaat dit? Wat staat er? Wat ligt er op de plank nog? Nou, dat is best een hele moeilijke inschatting, hè. We gaan ervan uit dat het inderdaad best veel geld is. U heeft het over enkele tonnen, dat kan ik niet bevestigen. Maar als een polis vergeten is, kun je hem natuurlijk ook niet markeren. Als mensen zich niet melden, dan weet je niet. Wat we wel hebben gedaan, is gekeken gewoon hoeveel mensen daar nou ouder in onze administratie dan de oudste inwoner van Nederland. Dat is een mevrouw van 109. Ja. En die hebben we nog wel. En daar gaat het om enkele honderden polissen, waar wij geen idee meer hebben hoe we die mensen zouden kunnen vinden. Nee.
Enerzijds omdat het lastig is om over de data te beschikken. Anderzijds omdat soms data al zo lang geleden is verouderd geraakt... Dat je dat ook niet meer actueel kunt krijgen. Ja. Maar betaal je niet tot het einde van je leven gewoon voor je uitvaartpolis? Dus op een gegeven moment stopt dat. Dus dan kan je ervan uitgaan dat iemand overleden is. Kun je dan ook als verzekeraar zelf niet een seintje geven? Joe, hier ligt geld op jullie wil te wachten. Nou, dat zou heel fijn zijn als we dat zouden kunnen doen. Dat soort experimenten hebben we ook wel gedaan. Hè. Op het moment dat we bijvoorbeeld iemand niet meer kunnen vinden... dat je dan wel een bedragje stort naar het bekende bankrekeningnummer... wat je in je administratie hebt, om zo een signaal te geven aan de mensen. Maar als je het bankrekeningnummer hebt of je ontbreekt aan een betaling... dan is het nog niet vanzelfsprekend dat je de juiste adres... of telefoongegevens hebt van iemand om hem te benaderen. En als iemand overleden is, dan kun je die persoon zelf natuurlijk niet meer benaderen. Dan moet je juist de nabestaanden hebben. En dat zijn weer andere mensen. Dus het is een keten van mensen. En u gaf aan, is het niet vanzelfsprekend dat je betaalt... en dat de betaling ophoudt? Nee, je betaalt niet altijd levenslang voor een uitvaartverzekering. Dat kan ook tegen een eenmalige storting zijn... of een tijdelijke premiebetaling. En dan heb je tot aan het moment dat de premiebetaling eindigt... en het overlijden nog best een lange tijd met elkaar te gaan. En ik kan me dan voorstellen... als verzekerde dat een uitvaartverzekering niet het eerste is waar je aan denkt als je verhuist. Ja, nee, precies. Dat is, als we praten over de percentueel, hoeveel mensen zijn er van het totaal aan te verzekeren dat vergeet dat er een uitvaartpolis is? Is daar iets over te zeggen? Nou ja, dat zijn echt schattingen hoor. Dus het gaat natuurlijk niet om honderdduizenden polishouders. Hè. U zag in de gegevens van het Verbond van Verzekeraars dat er meer aandacht voor is. En daar zijn we ook blij mee als branche, hè, dat er meer aandacht is voor die verloren polissen. Want het aantal vragen van verzekerden of nabestaanden van verzekerden is verhoogd. Vanuit de zoekservice, hè, die we als branche ook aanbieden via het Verbond van Verzekeraars, van ongeveer 2000 naar 5500. Dus dat is goed, dat mensen in ieder geval zich melden... zodat we kunnen nagaan of die polis is. Ik denk dat het maximaal onder de 1% blijft... hoor, als je kijkt naar de portefeuilles van verzekeraars. En wat is de oudste, polis die nog heeft liggen? Oh, die is boven de 120 jaar. Kijk dan. Ja. Dus we weten zeker dat die persoon niet meer in leven is. Alleen het is ondoenlijk om daar uiteindelijk achter te komen. We hebben best wel eens ook verzorgingstehuizen gebeld. Maar bij de invoering van de AVG is iedereen heel voorzichtig geworden. Ja. Wat ook een goede zet is. En de autoriteit persoonsgegevens is daar ook heel alert op. Dat het zomaar doorgeven van gegevens van overledenen die geen privacy meer hebben... officieel, maar vooral ook de nabestaanden, niet vanzelfsprekend. Nee, nou blijkt het Verbond van Verzekeraars een website te hebben van a-tot-zekerheid.nl. En Zeker. Daar kun je terecht als nabestaande. Kijken of er verloren polissen op naam staan. Ja, enerzijds is dat ook bedoeld om te zorgen dat je weet wie jouw uitvaartverzekeraar is. Hè? Want in de loop der tijd kan een uitvaartverzekeraar ook nog eens van eigenaar wisselen. Of samengevoegd worden in het kader van... efficiënt werken. Dus dat kun je vinden. En je kunt een vraag stellen van... mijn dierbare is overleden. Was die bijvoorbeeld verzekerd? En dan wordt die vraag uitgestuurd. En dan zoeken alle uitvaartverzekeraars van Nederland dat na. En dan krijg je daar vanzelf berichten over. Ja, dat is een prima systeem. Ik moet zeggen, ik heb zelfs zo'n uitvaartpolis die men... Dat gebeurde heel veel. Ja, dat jaren 60, 64. De ouders die sloten zo'n uitvaartpolis af bij de geboorte van het kind. Oh ja. En dat werd dus volgestort. En dan kreeg je uiteindelijk, ik krijg €1300. Kunnen we net iedereen een plakkeek van geven. Als ik hartstikke ga... Ja, daar zou ik nog wel even naar kijken. Als het was. Dat gaan we doen. De handverwerving is van uitvaartverzorger en verzekeraar Monuta. Dan gaan we naar SBF. Sam Bankman-Fried, de oprichter van FTX. Die mag op borgtocht... vrijkomen. Hij mag de gevangenis uit tegen, houd je vast, een borgsom ter waarde van $250 miljoen. Heeft hij daar liggen, hè? Daar konden we over nadenken. Ja, de Amerikaanse, ik snap dat hij bijna even in het verkeerde keelgat schiet. De Amerikaanse justitie die laat weten dat het om de grootste voorlopige borgsom ooit gaat. Bankman-Fried die mag nu bij zijn ouders gaan wonen in Palo Alto onder huisarrest. Daar mag hij zijn proces afwachten. Bankman-Fried die werd vorige week opgepakt, hè, in de Bahama's, omdat hij verdacht wordt van een aantal misdrijven, waaronder fraude en het stelen van miljarden dollars van FTX-klanten. Zoals de kenners zeggen, de grootste fraudezaak in de Amerikaanse geschiedenis. Precies. Nou, dat moet dan zo meteen nog een rechter worden uitgesproken, maar daar lijkt het enorm op. En eerder deze week werd er ingestemd met de uitlevering vanuit de Bahama's aan de Verenigde Staten. Nou, daar is hij dus gisteren aangekomen. En de volgende zitting is al in januari.
Gisteren hoorde Bankman-Fried dat er een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd als hij later niet opkomt dagen voor de rechter. Want ze zijn natuurlijk toch een klein beetje bang voor een man met zoveel geld met vluchtgevaar. Nou, hij heeft een bijlbond van 250 miljoen dus. Ja, precies. Nou, dankzij een house in de cryptomunten in 2020 en 2021 werd Bankman-Fried multimiljardair. En die klantentegoeden die verduisterde hij naar verluid. En hij stopte dat in luxe vastgoed. Zo denkt in elk geval de Amerikaanse justitie. Ja. En hij gaf trouwens ook geld aan campagne. Uit, zowel democraten en republikeinen. Ja, en hij sluiste geld weg naar dat Alameda Research. En ja. Dat was zijn hedge fund, waar hij dat handig vulde... Dus door klanten het goede weg te halen. Die 250 miljoen dollar, die haalt hij even tevoorschijn. Die betaalt hij, tikt hij af en hij zit lekker bij zijn ouders. Dikke fraudeur die bij zijn ouders was. Nog even, ja, dan mag hij de cel in, denk ik. Ja, en dan nog even dit, want in het VK zijn 1000 grenswachters... begonnen met de kerststaking die ze hebben aangekondigd. Die gaat van... vandaag tot 26 december duren en daarna weer van 28 tot 31. En dat is slecht nieuws voor 100.000 reizigers die de komende tijd naar het VK willen, want die kunnen rekenen op verstoringen nu het paspoortcontrolepersoneel dus niet werkt. Op verschillende luchthavens, Heathrow, Gatwick, Manchester wordt gestaakt en ook in de haven van Newhaven ligt het werk stil. Als je denkt, nou dan ga ik toch lekker met de trein. Mis, want op kerstavond beginnen nationale spoorwegstakingen. Oh, fijn hoor. Je komt dus het VK niet. Nee hoor, het lukt niet. Het personeel van de Border Force komt in actie omdat de kosten voor het levensonderhoud in het VK hard stijgen. De lonen blijven achter. Daarnaast wordt niet alleen in de transportsector gestaakt. Ook postmedewerkers die zullen vanaf vandaag de werkzaamheden stilleggen in het VK. We spreken later in de reguliere uitzending daarover met onze Lia van Beckhoven. Dan, vandaag begint het reces in de Tweede Kamer. Leendert Beekman die blikt toch gewoon vooruit op de politieke dag die komt. Goedemorgen. Tot diep in de nacht is er gestemd in de Tweede Kamer. En dat alles om op tijd klaar te zijn voor het kerstreces. Want in de Tweede Kamer wordt er 3 weken lang even niet vergaderd. Dat betekent niet dat het kabinet vandaag stil gaat zitten. Want er is gewoon ministerraad. En na de ministerraad staat premier Mark Rutte de pers nog even te woord over alle besluiten die er genomen zijn. Tot slot spreken wij vanmiddag in de Friday Move met Lilian Marijnissen van de SP. Ze heeft namelijk net een boek uitgegeven waarin ze vertelt wat er de afgelopen jaren mis is gegaan. Een van de oorzaken, het neoliberale beleid van de vorige kabinetten. Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan eventjes naar de kranten toe. Nou, de interessantste verhalen, hier zijn ze, Nina. AD, de verbod op een partij moet mogelijk zijn. Dat zegt minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken. Dus wanneer een partij in gevaar is voor de samenleving, dan moet de Hoge Raad gewoon een verbod kunnen opleggen. En aanleiding is, zou je kunnen zeggen, hoofdzakelijk Forum voor Democratie. Verschillende andere partijen die riepen al eigenlijk op om een verbod op hen op te leggen. Ja, en dan in trouw voor terugdringen van verzuim is meer nodig. Nederland staat aan het begin van een griepepidemie, dat weten we, met een constant verhoogd ziekteverzuim. Zoeken bedrijven naar manieren om personeel gezond te houden. Dat doen ze met massages, betere koffie en sleeping pods. Nou, BNR, komt u ik maar. Ik wou zeggen, ik heb er hier nog weinig van gezien, maar wie weet komt er straks een masseur, je weet het niet. Of want betere koffie. Ja, dat kan ook. Dat is al een goed startpunt. De Telegraaf, de kopersboycott als een cao-wapen. FNV vraagt consumenten om niet meer naar de winkels te gaan die gewoon hun personeel te weinig loon betalen. Bijvoorbeeld bij Ethos en Bijenkorf wordt gestaakt om deze reden. De werknemers willen meer salaris. En FNV hoopt met een boycott van de consument deze ketens wel over de streep te trekken. Dan in de Telegraaf ook. Alarm om riskant geprutst met energie. De brandweer waarschuwt voor alternatieve verwarmingsbronnen. Want mensen proberen elk beetje hitte te gebruiken om het huis te verwarmen. Doen ze met gasflessen, elektrische dekentjes of gourmetstellen of een combinatie van die drieën, waardoor er een woning ontplofte deze week in Roosendaal. Zie je hele gourmetstel zo door de badkamer het dak verlaten. Goed, trouw als laatste. De EU die besteedt veel minder geld aan de promotie van vlees. De subsidies voor de vleesreclames die zijn dit jaar gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van de dierenbescherming. Ja, nou, dat is er nog eentje. De Financiële Telegraaf mogen we niet missen, want een ex-man klikt bij de fiscus. Escortbazin de cel in. Een eigenaresse van een escortbureau heeft de fiscus jarenlang voor achtton gedupeerd. En nu heeft haar ex-man die zwarte boekhouding aan de Belastingdienst gegeven. Ook handelde de vrouw in Camagra, dat is een, nou, een soort Viagra kennelijk. En overtreden daarmee de geneesmiddelenwet. En ze moet daarom een jaar de cel in. Dank voor Dex. En nog even naar deze. Raymond Roberts is een Vietnam-veteraan en liep op 15 december jongsleden naar de slijter bij hem in de buurt in Massachusetts om daar, zoals hij vaker deed, een lot te kopen voor de loterij. Loterij waar hij al 20 jaar in meespeelde.
Maar dit keer was het anders. Zijn intuïtie vertelde hem niet één, maar 6 loten te kopen. En bovendien daarop dezelfde nummers in te vullen. En de winnende nummers die hij koos waren een zorgvuldig samengestelde combinatie van verjaardagen en jubileumdata. En dat betaalde uit, letterlijk. Want hij won met zijn intuïtie een bedrag van $2 miljoen... en gedurende 20 jaar een uitkering van $25.000 wow. per jaar. Desgevraagd, wat ga je ermee doen, Raymond Roberts? En wat zei hij? Een hele dikke Harley kopen. Victor. Ja? Wat heb jij nodig om beter te performen? Een financieel expert en een econoom, een trendwatcher en een bedrijfskundige die verschrikkelijk veel weet van efficiency. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Ze zitten nu inbegrepen bij een zakelijke licentie voor het Financiële Dagblad. Speciaal voor MKB'ers.